Hallo leerlingen van VWO 6, welkom bij het filmpje met de proefjes over druk. Het introductieverhaaltje is een beetje mislukt, het eerste stukje is er wat afgeknipt. Dus vandaar dat er nog even deze losse introductie voor zit. Je ziet zo meteen mij, samen met meneer Mollema op een gegeven moment, een aantal proeven uitvoeren die met druk te maken hebben. En een aantal van die proeven zijn vrij verrassend qua uitkomst. Sommige zijn ook heel logisch of bekend. Maar eigenlijk bij iedere proef zit er wel een element in die lastig uit te leggen is. En waar het best op niveau moet denken om goed te vertellen waarom eigenlijk gebeurt wat je ziet. De vraag is dus ook om de filmpjes goed te gaan bekijken. En bij ieder verschijnsel telkens af te vragen van, hé, wat gebeurt er nu eigenlijk en hoe kan dit? Denk goed na van wat er allemaal kan gebeuren en probeer ook de addertjes onder het gras in te zien. Dat is de opdracht bij de filmpjes, bij de proefjes. Het eerste proefje is de introductie ook van afgevallen. Daarom heb ik hem hier nog even neergelegd. Het gaat om dit proefje. Ik heb zometeen deze opstelling met een groot ballonnetje en een klein ballonnetje. Daartussen een kraantje en het kraantje draai ik open. En nu is de vraag, wat gebeurt er met de ballonnetjes? Er zijn natuurlijk een paar mogelijkheden. Dit ballonnetje loopt leeg in dat ballonnetje. Ze worden even groot, er gebeurt niks. Afijn, dat kun je in het nu volgende filmpje als eerste zien. Let op, die begint vrij snel. Dus vandaar dat ik nu eerst deze opstelling heb laten zien. Succes! Oké, dat was net even een grapje, want het ding was verstopt. Maar nu zullen we het nog een keer proberen. Hop! En zie daar, het kleine roze ballonnetje is leeggelopen in het volle oranje bolletje. Bolletje? Ballonnetje. Denk daar maar eens over na. Oké, we gaan naar het volgende proefje. Die staat al een tijdje te pruttelen. Ik heb hier een blikje staan. Dat blikje staat op de brander. Ik kan de brander nog even wat harder zetten. Of uit. Ah, ja, wat harder. En je ziet, de damp komt eruit. Er zit een klein beetje water in en dat water dat staat nu te verdampen. Dus het water is 100 graden Celsius. In het blikje zit nu eigenlijk voornamelijk waterdamp. En wat ik ga doen is dit blikje oppakken en in deze bak water zetten. Op de kop, dus met de opening naar beneden. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Dit is op zich een bekend proefje, dus ik denk dat jullie die wel kennen. 1, 2, hop. Hartstikke idee. Eerst zal ik even de brander uitzetten, want de veiligheid natuurlijk. Zo. En kijk wat er met het blikje is gebeurd. Er is weinig meer van over. Hoe kan dat? Nou, nu we toch met vuur aan het spelen zijn, heb ik hier nog een vuurtje. Er brandt een kaarsje. Hartstikke mooi. Die drijft in het water. En ik ga dit bekerglas daar overheen zetten. Langzaamaan. Ik hang hem weer eens even boven. Zo. En dan moet dat tuutje meteen onder water. En kijk goed, misschien kan de cameraman even inzoomen op het glas. Hoppata. Hoe kan dat? Nou, iedere keer is de vraag, hoe kan dat? Nou, we gaan rustig verder. We gaan naar dit apparaat. Het is echt een prachtig apparaat. Het is niet echt heel wetenschappelijk, maar ik kan hier zo'n ding op zetten. En dat kan ik vol water gieten. En er zit hier een ballonnetje onder. En die duwt dan dit wijzertje omhoog, omdat er druk op dat ballonnetje komt. Ik ga dit ding helemaal tot ongeveer een centimeter onder de rand vullen met water. En dan kun je ongeveer meten hoe groot de vloeistofdruk is op dat ballonnetje. Nou, dat zou wel knoeiboel worden. Nou, valt eigenlijk wel mee. Centimeter. Oh! Oh, het wordt toch een beetje een knoeiboel. Ik moet hem denk ik vasthouden. Nou, hilariteit in de klas, gok ik zo. Ik hou hem vast. Oh, oh, het spuit er aan alle kanten uit. Kijk hoe goed over het wijzertje. Op de 2 heeft de cameraman dat. Ja, oké. Okay. Nu een vraag. Hoe krijg ik dit er weer uit zonder een bende van te maken? Zo. Hoppata. Gaat geweldig, hè? Dan laten we... Nu ga ik met deze, die is veel groter, ga ik er veel meer water op doen.
Maar wel weer tot een centimeter onder de rand. Ik hoop dat ik nog genoeg heb na dit waterballet. Ja, dan moet ik dat goed vasthouden. En dan is de vraag natuurlijk, hoeveel is dan de druk? Ik had hem net op de 2. En als hij hoger zit, is het getalletje hoger. Nou, voorspel eerst maar even. Heel goed. Oké, daar gaan we. Ai. Van alle gemakken voorzien. Zo. Heeft de cameraman het wijzertje? Naar mijn mening zit hij precies op de 2. Toch verrassend, want hier zit meer dan een liter water in. En hier, nou, bijna niks. Oké. Okay. Ik ga hem weer proberen in dat ding leeg te gieten. Zonder dat iedereen heel hard moet lachen. Oh, ik denk dat iedereen heel hard moet lachen. Zo. Nou, tot zover het knoeiboel. We gaan naar het volgende proefje. Dat is dit ding. Ik heb hier twee zuigertjes, het zijn gewoon spuitjes. En die zitten aan elkaar met een slangetje en daar zit water in. Daaronder zit water. Ik kan op dit zuigertje drukken, dan gaat die omhoog en op deze, dan gaat die omhoog. Maar wat jullie niet zien, is dat ik aan het ene zuigertje echt veel harder moet duwen dan aan het ander. Op het ander. En daarvoor heb ik hier even een veerunster gepakt. En dan gaan we meten hoe hard ik aan deze zuiger moet trekken om die naar beneden te krijgen. Nou, dat gaan we nu doen. En daarna natuurlijk andersom. Ik hoop dat de camera goed de unster in beeld krijgt. Je kan hem zelf niet aflezen. Heb je hem? En daar gaat hij. Oh. Nou, jullie hebben beter gezien hoeveel dat was dan ik. En nu andersom. Oh. Dat valt allemaal in. Laten we het nog een keer doen. Oh. En buiten de kracht zie je dat er nog iets verschillends is, maar daar mogen jullie zelf even over nadenken. Oké, okay, volgens mij kom ik dan nu bij de laatste proefjes. Dat gaat met de vacuumpomp, die om een of andere rare reden is het plaatje een beetje nat. Zo, ook weer droog. Daar heb ik twee dingetjes en ik begin met een kokertje met daarop een cellofaan, waar ook de bloemen worden ingepakt. Ik ga dit vacuüm zuigen en kijken wat er met het cellofaan gebeurt. Even kijken. Oké, niet heel veel. Dit kan ook anders. Ik kan dit met mijn hand vasthouden. Blijkbaar werkt het met de elastiekjes niet zo goed. Alleen dan toevallig, die zien jullie niet, is meneer Mollema hier ook. En die zet eventjes de pomp aan. Kijk, daar komt hij al aan. Ja. En dan probeer ik dit vast te houden en ik doe mijn ogen dicht. Doe maar. Ah, ziet idee. Nou, prachtig. Prachtig. Schrik van mijn leven. Ja. En het laatste proefje wou ik met een ballon doen, maar ook deze ballon is al lek. Dus de ballonnen die willen niet zo goed. Dus laat ik de ballon achterwege en doen we het met de negenzoen. Hoppa. Die zetten we ook onder de vacuumpomp. Nou, dit is wel een hele bekende proef die je overal op internet kan vinden. Maar waarom gebeurt dit, is dan nog de grote vraag. En misschien moet ik nu even stoppen, want anders zuigt hij de negenzoen in de pomp. Dat is ook niet wat jij wil. En het aardige is als ik hem nu weer vol laat lopen. Hop. Is de negenzoen weer gereduceerd tot een silicoontje ellende. Nou, dat was het wel zo'n beetje. Ik hoop dat jullie plezier hebben gehad. Ik denk het wel, want het is weer een zootje geworden. Maar nu komt de vraag, hoe kan dit allemaal? Dankjewel.